bij het overige leven, daar toch besefte ik pas je stille pracht, je grote macht, hoe wondermooi je was. Aan oevers van het ei, dit geluk in mij, bij het rinkelen van de trap, is de harde klop van Amsterdam. Het zilveren water wint, het ei, dat is mijn vriend. Daar droom ik van licht en van plezier. Zo, Janus, had je me vergeten vanmorgen? Ja, vergeet het, Tante Piet. Aan me nooit, Piet. Zo, dat soms. Hoi. Daar. Vrouwtje, je zoontje is wakker. Breng meneer zijn ontbijt. Moeder, mijn ontbijt. Ik kom al, jongen. Heb je gezorgd dat de eitjes niet te hard zijn voor meneer? Dan kom jij toch niet aan tekort? Het is mijn jongen. Ja, dat weet ik. Ja, ik ben maar de stiefvader. Jij verwendt Doortje, dat mooie pleegkind van ons. Ja, altijd heb je wat op Doortje te vitten. Goedemorgen, Doortje. Goedemorgen, oom Gerrit. Wat zeg jij in droevige snuit? Alleen, het is al een paar dagen heel anders tegen me. Zet toch die jongen uit je hoofd. Niks voor jou. Dat is een luiwammes. Waarom eet je niet, mijn jongen? Ik heb geen trek. Geen trek? Maar waarom dan niet, jongen? Wat heb je dan? Ach, die blonde Greet. Die Greet zit met mijn kop. Oh. Is het anders niet? Nou, kom. Eet dan maar. Hm? Met die blonde Greet maak ik het wel in orde. Morgen, Jans. Morgen. Morgen, Greet. Wel later, Greet. Nee, vroeg ben je. Pas maar op dat we geen herrie met de baas krijgen. Nou ja, moet je mij voordoen. Om 7 uur opstaan als je om 6 uur naar bed gaat. Goedemorgen, Leen. Goedemorgen, Leen. Morgen. 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 Wat scheelt er een Doortje? Dat hebben we maar nooit in huis genomen. De Jantjes komen morgen thuis. Jans? Ja? Jouw Manus ook. Me zorg. Meneer Manus komt van zijn vakantie terug. Oh, maar je vindt het toch niet naar? Ach, wel. Die had een mannen verzetje als dat doet om zijn tijd. Nou, ik vraag je mens, wat let je? Zeg maar wat je verblijft. Ach, ik wil bij je dorpel gaan dansen, tikkerikkel, tikkeltikkeltoe. Als het orgel gaat spelen, kan niets haar meer schelen. Van kop tot teen staat ze in gloed. Ga je anders, dan ga je van naar de haaien, eer je het weet. Ga je, maak je maar paaien,
om eens te zwaaien, weg is je leed. Want de wereld is rond en dat stemt me tevreden. En hij draait, daarom draaien we allemaal mee. Dus we draaien, zwingen en zwaaien. En je vergeet je zorg en je leed. Olé, het kost maar 5 cent. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je Jos. Fijn hoor. Dank je wel. Weet je het al? Morgen zwaaien de Jantjes af. Nou, er is jouw jongen toch ook bij? Geweg. Nou, reuze fijne jongen. Ja. Dat geen schelen. Oh nee. Je mal. Jans, wees voorzichtig met die royale heren. Daar weet ik van mee te praten. Kijk eens even, zij weet er van mee te praten. Nou, dus jongens, morgen reuze ontvangst bij Tante Piet. Hè? We gaan, hoor. Ik ben er, hoor. Als er wat dat is, hè. Noem je dat schoon? Oh, heb je weer wat? Je hebt altijd wat op te vitten. Voor jou bestaat alleen maar je lieve zoontje. Ja. En jij trekt altijd partij voor haar. Ja, dat het een arme wees is. Wie zal er anders voor erop komen? Goedemorgen. Dag Tante Piet. Ja. Jongens, hebben jullie het al gehoord? Ja. De Jantjes zwaaien morgen af. Ja. Dries ook? Ja, natuurlijk. Dries ook. Tante Piet, ga mij naar voren. Dat is lang niet kwaad voor jou, dat Dries weer thuis komt. Dan moet Leendert Greet met rust laten. Greet, hebben we voor je meegebracht. Dankjewel. Dat is aardig van je. Ga je met paard vanavond? Je weet toch dat ik dat niet doe? Trouwens, Dries komt morgen thuis. Nou ja, je bent toch niet met hem getrouwd? Nee, nog niet. Maar het zal niet lang meer duren. Zo. Nou, dat zullen we dan nog eens zien. Nou, Juus. Nou zeg, die heeft de kous op zijn kop. Zo. Hier jongens, dat is voor jullie. Oh, fijn. Dankjewel. Dankjewel. Heerlijk zeg. Lekker. Van mij mag je iedere dag komen. Wat wil je, liefie? 1 ticketstrip voor 5 cent. Alsjeblieft. Dag, juffrouw. Dag, kindje. Goedemorgen, moeder Bert. Morgen, tante Piet. Ik wou je even spreken. Ja? En dan even mee naar binnen. Ga zitten, tante Piet. Dank je wel. Moeder Beth, dat is voor jou. Voor mij? Ja. Wat? Oh, tante Piet. Wat een heerlijke tulband. Nou ja, ik dacht zo bij mijn eigen. Als je jongen morgen thuis komt, heb je wat in huis. Ik weet toch, je bent niet zo goed bij kas. Ja. Tante Piet, zou u me geen 10 gulden kunnen lenen? 10 gulden? Nou, beetje, dat is heel wat. Nou, Dries krijgt wel gauw werk. En dan betaal ik je alles tot de laatste cent terug. Tja, als je niet alles met Greet opmaakt. Met die meid. Die meid? Ja, natuurlijk, die meid. Als jij van haar wist wat ik van haar weet. Wat zeg je? Niet meer eerbaar? Dat moet ik mijn jongen vertellen. Tja, dat moet je ze niet doen, Bet. Ik had het van Greet ook niet gedacht. Hier, een 10 weet je? Ik dank u, tante Piet. Nou, goeiedag hoor. Dag, tante Piet. Hou je wel goed. Yeah.
Kan hij het schillen? Kom je me toe of niet? Lekker maar. Ja, Jans. Weet ik dat? Ik ben blij dat je hier bent. Ik ben blij dat je hier bent. Welkom, jongens. Ah, dat is de biezel erbij. En jou, Dries? Veel geluk in de burgermaatschappij, hoor, jongen. Dankjewel, Tante Piet. Leven Tante Piet. Het is mijn eigen vrouw. Maar het is toch een valse bliksem. Nou, Dries, ben je blij dat je weer bij je Greet bent? Nou, dan. De waarheid spelen. Lekker maar. Ja, ja. Hij heeft het maar altijd te pakken van zijn Greet, niet? Nee. Twee jaar was ik op zee en die meid kon me niet opdagen. Jongens, wij waren in dienst altijd goede kameraden. We zullen in de burgermaatschappij ook blijven. Af, wel, af, af. Ja. Nee. Mooi. Nou, nou gaan we naar de oude. Tot kijk. De jongen zal wel verstandiger geworden zijn. Probeer het met goede woorden. Ja. Alleen dit wil ik je zeggen. Als je zoon zich netjes gedraagt en niet meer gaat boemelen, dan kan hij in huis blijven. Anders niet. Dan maak je niet driftig. En zeg hem kalm je mening. De moeder. De jongen. Vader. Zo. Al te stevig sta jij niet op je benen. De beweging van het schip zit me nog een beetje in mijn benen, vader. Ja, dat zal wel. Maar die grapjes moeten nu uit zijn. Mijn zaken gaan bitter slecht. Vanaf dit ogenblik moet jij op eigen benen staan. Maar steviger dan nu. Uitstekend, commandant. Vader. Ja, jongen. Wat ben ik blij dat je weer thuis bent. En ik. Ja. Kom eens even bij me zitten. Oeh. Kijk eens. Kijk eens wat ik voor je heb. Hè? Wat een prachtpijp. Daar moet ik eerst een fijne pakket voor geven. Nou ga ik een baan zoeken, moeder. En dan ga ik met Greet trouwen. En dan kom jij bij ons inwonen. Dries, je weet hoe goed je moeder het met je meent, niet? Ik heb informaties naar Greet gedaan. Wat heb je? Weet je? Dat ze jou niet trouw is. Dat is gelogen. Er valt niks op Greet te zeggen. Dat heb ik met centjes bij elkaar gespaard. Het is jouw schuld. Wat heb ik nou aan de hand? Moet je mijn hebben? Achter is natuurlijk weer gekletst. Ze zeggen dat je me bedriegt. Ik? Oh, doe toch niet zo schijnheilig. Dat is gemeen. Als je niet de moeder van Dries was, dan had ik je lang wat anders verteld. Oh, altijd dat eeuwige geklets. Greet. Wat moet dat nou? Moet ik me dan laten beledigen? Dat oude mens, dat meent het zo kwaad niet. Een flinke vent neemt het voor zijn meisje op. Heb ik dat dan niet gedaan? Toen die rode smetje lastig viel? Heb ik hem toen niet half lam geslagen? Nou ja, dat had toch elke vreemde jongen voor me gedaan.
Laat ze maar kletsen. Je bent en je blijft toch een echte fijne meid. Dag Manus. Waarom had je de deur op slot? Ik ben altijd zo bang als ik alleen thuis ben. Ja. Waarom was je vanmiddag niet bij tante Piet? Ik had zoveel te doen. Fijn ziet het er hier uit. Komt allemaal van de strijkerij. Mooie portretjes zijn er. Allemaal filmlievelingen van me. Wie is dat? Navarro. Ook niet meer zo jong. Nou, zijn we nog niet behoorlijk goeiedag zeggen? Dag Alles. Is dat alles? Nou, is nog niet genoeg. Ik hou veel van een verzetje als dat komt op zijn tijd. Nou, ik vraag je mens, wat let je, zeg maar wat je verblijft. Ach, ik wil bij je torgel gaan dansen, de kriebel die komt in mijn bloed. Als het orgel gaat spelen, kan niets haar meer schelen. Van kop tot teen staat ze in gloed. Draai je, anders dan ga je, gauw naar de haaien, eer je het weet. Draai je, laat je maar spaaien, om eens te zwaaien, weg is je leed. Want de wereld is rond en dat stemt me tevreden. En hij draait, daarom draaien we allemaal mee. Dus we draaien, nou, zwenken, nou, daar is het gezag. Ga mee. Dames en heren, het nieuwe lied kost maar 3 spie. Draai je, anders dan ga je, gauw naar de haaien, eer je het weet. Draai je, laat je maar paaien, om eens te zwaaien, weg is je leed. Want de wereld is rond en dat stemt me tevreden. En hij draait, daarom draaien we allemaal mee. Dus we draaien, zwenken en zwaaien, en je vergeet je zorg en je leed. Hey, dames en heren, alsjeblieft. Vergunning? Nee, meneer. Ga maar mee. Ja, maar ik... Ga maar mee. Ga maar mee. Ja, maar meneer. Ga maar mee. Het nieuwe lied, dat kost maar 5 spie. Draai je, anders dan ga je. Thank you.
Moeten jullie even luisteren? Heb je afgeschreven? Dat voetje papier had ze me gestuurd. Daar ik niet van plan ben om mijn hele leven... leven met een F gedorie. Nee, wacht even. Tegen een scheel oog aan te kijken. Kijk ik scheel? Nee, je kijkt alleen een beetje over stuurboord. Jeroen, stel huh? Alleen een beetje. Nee, wacht even. Zo neem ik de pen op om je af te schrijven. Oh. Nou, man. Nou, schelen, treur maar niet. Je kan de mijne krijgen. Dat zegt hij me nou. Schelen? Ja. Had je me vroeger moeten zien? We waren nooit verliefd, jongen. Daar weet ik van mee te praten. Ach. Ach. Vroeger. Heel Den Haag heeft aan mijn voeten geleend. Zodra ik 16 jaar werd, heeft moeder me gezegd: mijn kind vertrouwt de mannen niet, de kerels zijn zo slecht. Ze maken alle meisjes gek, alleen hun tijdverdrijf. Ze hebben allemaal hetzelfde smoesie aan de lijf. Hoe meer ik het bekijk, mijn moeder heeft geluid, we nooit verliefd. Maar dan ben je verloren, en je zei erin dat allebei je horen. We nooit verliefd, jongen, wat ik zeg is waar. Als je verliefd wordt, dan ben je de sigaar. Mijn moeder zei, je man houdt eerst de meisje aan de praat. Je krijgt een advocaatje en een stukje chocolade. Ze zegt op al het jaar, ze voelt zich veilig en vertrouwd. Wanneer ze een 50 centimeter van de lijf af. En hoe meer ik het bekijk, mijn moeder heeft gelijk, ik ben nog verliefd. Maar dan ben je verloren, je zou erin dat allebei je horen. Wat ben je verliefd, mensen, wat ik zeg is waar. Als je verliefd bent, dan ben je de sigaar. Ben je maar van mijn verliefd. Zo is het, Schelen, en anders is het niet, jongen. Nou, nou, je hebt hem weer aardig om, hoor. Wat drink je voor mijn schuit? Wat is er nou weer? Nee, maar jongen. Mijn vader zijn zaak is totaal op de fles. Ik moet werk zoeken. Och, joh, het komt best wel voor elkaar. De waarheid, Schelen. Ja, reken maar. Proost, jongens. Op onze toekomst. Ga je maar daar, hoor. Hé, vader, hoe zit dat? Zou je eens een mopje spelen? Rood om te pieten. Nou. Zit
Zeg, Greet, zullen we dansen? Zeg eens, vader, dat moet je mij eerst vragen. Ik wil toch niet met jou dansen? Doe me nou een plezier en ga dan weer zitten. Je hebt geen al lang genoeg lastig gevallen. Maar lauw kans, vader. Als ik maar gewild had. Dus jij bent die schoft die die praatjes over Greet rondstuurt. Meen het. Zeg eens, maat, dat moet je mijn flikken. Gaat het jou dan? Dan zal ik je een doffer geven dat je in het binnengasthuis terechtkomt. Ben jij die bar? Die ben ik! Wat is hier gebeurd? Dries heeft mijn zoon gestoken. Liegje! Agent! Dat is niet begaan, dat is gewogen! Neem dat wou steken, het was zijn eigen mes. De waarheid is schelen. Het is waar, agent. Het was zijn eigen mes. Ja, hier is het. Zullen we op een rol uitmaken? Kom niet meer mee. Dries! Dries, waarom heb je je ermee bemoeid? Maak je toch niet ongerust. Er is nog geen man overboord. En ik kom dadelijk wel weer terug. Hoe noemen we mee? Je bent de laatste tijd weer aardig op stap geweest, zeg. Ja, ben uit geweest met een fijne meneer. Prachtig diner gehad. 4 gangen en een nadessert. Gangen? Wat zijn dat? Nou, je krijgt ieder ogenblik wat anders, hè. Eerst soep, en dan vis, en dan een vogeltje, en een stukje vlees. En helemaal geen aardappelen? Bij mal mij, dat is niet deftig. Wat gemeen! Tante Piet wil getuigen omkopen tegen Dries. Wat? Laat ze liever blij zijn dat Leendert weer gezond is. Ja, maar wat moet ik nou doen? Als ik geld had, zou ik een advocaat nemen. Maar... Nou, kom nou. Hou je nou maar kalm. Ik zal vanavond met mijn vriend praten. Ik heb met me afgesproken vanavond in het cabaret. Oom Gerrit. Sinds die vechtpartij heb ik hier helemaal geen leven meer. Het is maar te hopen dat Dries geen straf krijgt voor die vent daarboven. Kom maar binnen, Jans. Ik ben zo klaar. Goedenavond, Greet. Wat moet jij hier doen? Hoe durf je nog hier te komen? Terwijl Dries door jouw toedoen in de gevangenis zit. Het was toch mijn schuld niet? Wat wil je eigenlijk? Greet, laat alles goed tussen ons zijn. Man, wat mankeert je? Zonder jou is alles maar onverschillig. Kom hier. Laat me. Is hier aan de hand?
je daarvan? Nou, dat is alleen als dat durf je, hè? Vooruit! Dat je wegkomt. Zo'n brutaliteit. Ja, van die kan je alles verwachten. Jans, ja. Je moet niet kwaad op me zijn, maar ik kan niet met je meegaan. Nou, mooi is dat. Dat ik alles zo prachtig in orde heb gemaakt. Die vriend van, die brengt de kennis mee. Is dat advocaat? Heus. Ik zoek me een aap. Ik loop mijn hakken scheef, maar werk vinden wel maar. En jij? Ik ook niet. En als Dries eruit komt, vindt hij ook niks. Ja. Als die eruit komt? Nee, dat zou niet slecht zijn. Hij heeft toch zeker uit noodweer gehandeld? Maar er is een absoluut geval van zelfverdediging. Ik krijg hem bepaald vrij. Zie je wel, wat heb ik je gezegd? Deze dans uitdansen. Ach, neemt u me niet kwalijk. Maar het is me onmogelijk om te dansen terwijl Dries in de gevangenis zit. Goedenacht, juffrouw Greet. Tot ziens. Dit is plaats met 120. Wat is er toch, jongen? Gemoeder, ik kan niet meer. Ja, maar jongen, zeg maar dan tenminste wat er gebeurd is. Wat er gebeurd is? Mij heeft ze weggejaagd en met andere kerels gaat ze dansen. Ach, laat die mij toch lopen? Jij kunt elke vinger wel 10 andere krijgen. Hé, hey, meneer. Huh? Opstaan. Uw bad is klaar. Thank you.
vanaf vandaag neem ik de kassa. Krijg je tenminste eens een behoorlijk ontbijt. Hij neemt de kassa. Er is toch niks meer te verdienen? Nee, natuurlijk niet. Door de concurrentie uit het buitenland. Heb je die kerel gehoord die ons liedje gezongen heeft? Onze slager. Mijn slager. Oh, heb ik daar niet mee gewerkt? Ja, jij hebt meegewerkt en ik heb hem gecomponeerd. Oh ja? Ja. We moeten wat nieuws brengen, anders halen we het niet. Ja, dat weet ik wel. Dat weet ik wel. En daarom heb ik al wat nieuws gemaakt. Jij? Ja, ik heb wat nieuws gemaakt. Laat eens horen. Ja, dan zal ik het je eerst laten horen. En dan maken we generale reprise. Denk je erom? Moet je horen. La 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 la. Draaien, laat je maar vaaien, anders dan ga je. La 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 la. Dan stouwen. Stouwen, hoor. Ja, jij maakt mij ook in de war. Oh ja? Ja, natuurlijk. Heb je geen oren aan je hoofd? De stouwen. Ik heb zeker oren aan mijn hoofd. Oh ja, dan moet je toch eens in. Ik ben met het nieuwe begonnen. Nou, dan zou je net horen. Moet je maar eens horen. Nou goed, dan ben ik la 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 la. Draaien, laat je maar vaaien. La 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 la. Is toch een oude? Is dat niet een oude? Ja, dat is jouw schuld. Oh nee, dat is niet mijn schuld. Oh ja? Ja, natuurlijk. Dan gaan wij naar Tante Piet en die zal het dan op tafel. Harry naar Tante Piet. Wat moet ik bij Tante Piet? Nee, ik heb niks met Tante Piet te maken. Wat zeg je me nou aan? Ik ga niet naar Tante Piet. Ik ga niet naar Tante Piet. Ik heb niks met Tante Piet te maken. Ik ga er niet naar Tante Piet doen. Tante Piet, wil je me niet nog een weekje uitstel geven? Als Dries vrij is en werk het, betaal ik jou het eerst terug. Oh, dat heeft toch geen haast, moederbeetje? Ik hoop maar dat je jongen gauw vrijkomt. Ik ben toch ook moeder. Mijn hart breekt me als ik hoor dat die meid waarvoor jouw zoon in de gevangenis zit, iedere avond gaat dansen. Is het waar? Gaat ze dansen? Ja, gisteren hebben we het toch zelf in een cabaret gezien. Weet je wat je doen moet, Betje? Je moet je zoon zijn ogen openen. Ach, Tante Piet, ik kan het hem niet zeggen. Maar gelooft hij toch niet meer. Kan jij het hem niet zeggen? Ik? Nee. Dan denk je nog dat ik het doe omdat mijn jongen Greet achterna loopt. Ja. Wat moeten we nou doen? Ga zitten. Jullie komen als geroepen. Willen jullie Bert en Dries een plezier doen? Ja, natuurlijk. Haat voor Dries gaan we toch door het vuur. Goed. Iedere avond gaat ze met andere heren uit. Daar had ik nooit van geweest gedacht. Het is niet te geloven. Ik heb het toch met mijn eigen ogen gezien. Ah. Heb jij het gezien? Ja, natuurlijk. Ik was zelf in het cabaret. Ja. Ach. Daar zat ze en ze haalde er een fijne meneer aan. Ja. Ja. Toen ging ze weg. Ja. Ik raakte hem af. Ja. En toen zag ik dat ze met diezelfde meneer in een auto stapte. Ja. Heb jij dat gezien? Met mijn eigen ogen. Nee? Moederbedje? Ja. Nou. Die Greet, het is niet te geloven. Ja, ja. De vrouwen, daar kan je nooit hoogte van krijgen. De vrouwen? De mannen? Omdat jullie zo lekker zijn. Lieve Dries, ik zie met blijdschap de dag tegemoet dat je weer vrij zult zijn. Ik heb voor alle zekerheid een advocaat voor je genomen. En ik bezoek voor je.
Jullie zijn het? Ja, Dries. Ja, Dries. Ga zitten, jongen. Ga zitten. Beste Dries, we zijn gekomen. Om je nou bepaald geen prettige boodschap te brengen. Kom, Gerrit. Ik moet wat vertellen. Kom, Dries. Kop omhoog, jongen. Alles is nog niet verloren. Kom, jongen. Ik vind wel een ander meisje voor je. Waarachtig. Heb je dat gehoord? Ze willen alleen Dries van Geek aftroggelen. En dat doet Mop en Nadruppel. Ach, die doen het in hun domheid. Maar Dries zal ze geloven. Dag, Geek. Dag. Hey, Jan. Hey, jongens. Dag, Alles. Dag, Geek. Dag, Geek. Dag, nee. Doe niet zo dik, meneer de baron. Kijk maar niet naar me, ik ben je toch te schreeuwen. Ja, maar het staat je goed. Vind je toch een aardige knul, hoor. Is dat toch Greet? Je kijkt zo treurig. Geen lettertje heb ik van Dries ontvangen. Zelfs geen antwoord op mijn twee laatste brieven. En toen ik hem wou bezoeken, ben ik niet toegelaten. Dat is geen zuivere koffie, Greet. Maar dat zeg ik je, als je me nog een keer een blauwtje laat lopen, dan zal je me leren kennen, hoor. Dag. Ja. Nou, morgen kom ik beslist. Hoor, mamie? Ja? Ja. Nou, Greet, maak je maar geen zorgen. We spreken Dries morgen vrij. Schandaal dat ze die Dries hebben vrijgesproken. Helemaal niet. Het is toch zeker je zoon zijn eigen schuld? Die Dries die krijg ik nog wel. Zeker door je gekonkel over Greet. Wat voor gekonkel? Doortje heeft toch gehoord hoe je de mop en haar druppel hebt voorgelogen. Voorgelogen? Wat voorgelogen? Maar ik zal ervoor zorgen dat Dries de waarheid te weten komt. Als jij het hart hebt dat te doen, gaat zij bestaande voet de deur uit. Reken daarop. Kom, Geert, wees nog maar niet verdrietig. Wij zoeken de dolle op en we zullen eens ernstig met hem praten. Nou ja, daar komen we weer voor elkaar, hoor. Zeg, zus. Waar is Jans? Die is er net gehaald door een fijne meneer. Ze gingen samen naar het cabaret. Wat? Daar moet ik haring of kaart van hebben. Ja, maar eerst gaan we naar Dries. Ik begrijp Dries niet meer. Ik heb hem toch niks gedaan? Hoe heeft Greet me zoiets aan kunnen doen? Accuseer toch niet over die meid. Je kunt er toch aan elke vinger 10 krijgen? Dries thuis? Ja. Wat heb je bij Dries? Hij is boven. Oh, net even naar boven, hoor. Ja, Dries? Nou, jongens. Ah, jongetje. Zeg, Dries, wat is dat eigenlijk met Greet? Ja. Die meid die zit tranen met uit te huilen. Jullie weten het niet? Wat? De hele buurt spreekt erover. En jullie, mijn beste vrienden, zeggen me niks. Wat dan? Wij weten van niks. Jullie weten niet dat ze met andere kerels elke avond uitgaat? Ach, ze hebben er gezien. Ach, wat gezien? Ze hebben naar een fijne meneer naar huis zien gaan. Dat is niet waar. Ze hebben het toch gezien? Ze hebben het toch gezien met hem naar binnen toe gaan? Dat is gelogen. En jij gelooft dat? Ja, ik geloof dat. Dat is gemeen van je. Hey, stil nou, jongens. Want nou door een vrouw onze oude vriend zou kapot gaan, was dat nou? Wat alle vrouwen naar die verlopen. De mijne zit ook weer met een of andere meneer in het cabaret. Maar wacht even. Nou ga ik met haar afrekenen. Ja. Afrekenen. Thank you.
Toon? Ja? Kijk even, daar zit ze. Waar? Daar aan de overkant. Ja, waarachtig. Zeg, vader, hij heeft geen sigaar, hè? Piccolo! Oh, wacht even. Het is hem te min. Zeg, jongen, aan je kar alleen? Ja, meneer. Ja? Je hebt nog een heel kiesje. Ik dacht er was er maar één. Wat kost me dat? Eén dubbeltje, meneer. Een dubbeltje? Ja, meneer. Kan niet van 7,5 cent. Nee? Nee, meneer. Nou, hier. Hou maar 11 af. Dames en heren, men heeft mij verzocht hier in het cabaret een van mijn liedjes te komen voordragen. En ik heb daarvoor gekozen dat bekende liedje, een van mijn laatste Amsterdamse Jordaanwerkjes, opus 742, getiteld Hengelen, een hengelwedstrijd in de omstreken van Mokum. Ik zou gaarne willen dat u allen het refrein vrolijk meezong. Ergens in een negerijtje in de buurt van Amsterdam was een ongewone actie te bespeuren. Want de visclub Aas en Vriendschap, zetelend in de Jordaan, zou een grote hengelwedstrijd doen gebeuren. Stoere huisvaders met hangsnorren, in oud-Chinese stijl, dikke ankerkettings opgevulde buiken, stonden loerend aan de wallenkant met hengels in de hand, tussen stillevens van tonnetjes en kruiken. De dobbers deinden in het riet, en 13 stemmen klonk hun lied. Hengelen, hengelen. Hengelen, 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 tussen het boerenland. Vroeg in de velen, vroeg uit je kooi, het zonnetje schijnt en de lucht ruikt naar hooi. Hengelen, 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 hengelen is zo mooi. Loentse Nelis had zijn deeg bereid naar een geheim recept, in zijn wang. Opdat geen mens eraan zou komen. Iedere keer dat hij een deegje aan zijn haakje wilde doen, werd die aasbal even uit de safe genomen. In de hitte van de wedstrijd slikte hij die deegbal in. Maar beneveld door diverse oude klaren, stond hij woedend te beweren, die was uit zijn wang gejat. Waar er sakkorollers in het gezelschap waren. En spoedig lagen tussen het kroos. 6 leden zwaar bewusteloos. Doen we mee? Je hebt je netjes gedragen, terwijl ik in voorarrest zat. Wat heb ik dan gedaan? Was je in het cabaret, ja of nee? Jazeker, maar ik... Dus dat geef je toch toe? Ja, maar ik wou alleen maar... Wat je er wou, hoef je me niet te vertellen. Dat weet ik nu wel. Je bent geen haar beter dan Jans. Ik denk er niet aan, het gaat veel te fijn. Oh.
Die is er vandoor. Gemeen. Nou, Jans. Kom jongens, ga mee zitten. Ja. Daar zitten we nou. Geen werk. Geen geld. En onze meisjes bedriegen ons. Was toch wel erg fijn in dienst. Nou en of. En jij was minstens nou al korporaal geweest. Jullie zullen het misschien erg gek vinden, maar ik teken voor het Indische leger. Meen je dat? Ik heb hier toch niets meer te verliezen. Eigenlijk heb je gelijk. Ik heb hier ook niks meer te doen. En ik dan? Dat jullie mij hier soms alleen achterlaten? Zeg, Mop,
Het is toch jammer dat die Dries voor zo'n vrouw naar Indië moet, hè? Ach, laat me met rust. Anders teken ik ook voor het Indische leger. Waarom nou? Ik heb jou toch nooit bedrogen? Dat zou je moeilijk vallen. Nou. Wat is nou? Ik hou toch van jou. Jij bent niet mooi, je bent geen knappe vrouw. Je nagels zijn voortdurend in de rouw. Toch wil ik van geen ander weten, omdat ik zoveel van je hou. Al ben je ook een beetje vreemd van ras, toch ben ik danig met jou in mijn sas. Ik wil van een ander nooit iets weten, omdat ik zoveel van je hou. Wat verdriet, mooi ben je niet, vooral wanneer je kijkt. Al ben ik geen plaat, schoonheid vergaat, maar weet de lelijkheid die blijft, daar moet je maar aan wennen. Al draag je ook geen kleren van satijn en doe je niet mee aan de slanke lijn, toch wil ik van geen ander weten, omdat ik zoveel van je hou. Vanavond is er een groot afscheidsfeest van Dries en zijn vrienden bij tante Piet. Ja, daar ga ik beslist naartoe. Jans, ik moet vandaag beslist nog Dries spreken. En ik heb het Manus nog wat af te rekenen. Net over mijn Robinson-schoenen. Mijn mooie nieuwe Robinson-schoenen. Ja, veel zorg. Ja, ga je hoor. Boos. Nou, stuur me een kaartje aan Indië. Jij draadloos, kun jij een kaartje. Deze voor mijn kaartje. Ja, dat weet ik. Als ik niet naar Indië zou gaan, dan zou jij een kansje bij me hebben. Dat is nou weer echt Dries. Is het daarom zo nodig hier naartoe? Kalm nou! Durf jij nog tegen me te praten? Als je wat tegen me hebt, dan moet je het zeggen. Dan kan ik me verantwoorden. Ik wil niks meer met je te maken hebben. Niks wil je meer van me weten. Vertrouwen heb ik hem. Jullie kennen me toch allemaal. Jullie weten toch dat het niet waar is? Het is ook niet waar. Het is een complot van tante Piet. Ze heeft moppen naar Druppel voorgelogen. En ze naar Dries gestuurd om me die gemene leugen over te vertellen. Dat is niet waar. Dat vliegt ze niet met. Is dat waar, Doortje? Het is niet waar, ze liegt. En dan gooi je hem op staande voeten deur uit. Het is waar. Oom Gerrit, ik heb het u toch direct gezegd. Doortje spreekt de waarheid. Gij. Dries. Nou, doe je maar niet huilen, man. Als je huilt, dan ben je helemaal een stakker. Lach toch een beetje schelen, hè? Ik begrijp niet dat er mensen zijn die treuren. Dat zal mij vast heus nooit gebeuren. Als
als het scheef gaat, moet je niet liggen te zeuren. Niet zaggerijnen, man, daar heb je vast niks aan. Want heus, daar krijg je dikke benen van. Niet zo raar, reken maar. Alles komt weer voor mekaar. Als je gaat, ben je sterker. Ga dan even voor de spiegel staan. En dan is je voor de bakker. Want je kijkt je malle passie aan. Mensen schreef, dan van je eigen. Je gezicht is groen en pink. Lach jezelf vooruit, je trekt de wallen snuit en lach de hele boel maar aan je las. Hé, schele, breng je een aapje voor me mee? Hè? Oh. Op je wachten. Die 6 jaar gaan ook wel voorbij. Er is toch niks van me terechtgekomen, moeder. Kom, moeder. Flink wezen. Die 6 jaar zitten er zo op. Geen zorg voor moeder. Reken op mij, joh. Ik blijf op jou wachten. Ga je maar een paar jaartje? Dat is. Dag, jong. Dat is moeder. Dat geef. Nou. Dag, meid. Maris. Maris. Breng je maar even mee? Reken maar, hoor.
Ik deed het niet voor mijn plezier, omdat ik mijn poot op papier heb gezet. Ben ik nou eenmaal Jan Fuselier. Ik moet naar Jan Oost voor een jaar of zes. Ik weet niet waarom ik het deed. Dag meiden, dag jongens, hou je maar haaks. In mijn hart neem ik mokken mee. Nou, Davida, ik groet je, mijn mooi Amsterdam. De café staat al op de brug. Geef me nog een poot, als het ons gaat bevoort. Nota bene, ik kom over zes jaartjes verre. Dag moeder, ouwe, ik schrijf je gauw. Als jij mijn contractje beziet, dan moet je niet huilen, het is beter zo. Je zijt toch, ik deug de heren niet. En als ik krepeer in het warme land, voorgoed op de vlakte verdwijnt. Mijn laatste gedachte, mijn laatste woord, zal voor jou oude staken zijn. Nou, dan weet ik, ik groet je, mijn mooi Amsterdam. De kapijn staat al op de brug. Geef me nog een Rambulan, terambulan di kali, buaya timbul, katanya lah mati. Jangan percaya orang lewati, dia sumpah tidak berani mati. Terambulan, terambulan di kali, buaya timbul, katanya lah mati. Jangan percaya orang lelaki, dia sumpah tidak berani mati. Terambulan, terambulan di kali, buaya timbul, katanya lah mati. Jangan percaya orang lelaki, dia sumpah tidak berani mati. Drink toch niet zoveel. Je gaat er nog kapot aan.
Laat me toch. Laten we liever een kaartje maken. Dries is er toch niet? Nou ja, dat is waar. Die is zeker weer bij Sarina, niet? Sarina, je spreekt een aardig mondje voor ons. Ik geleerd dat van heel goed Hollands spreken, ja? Zeg dan eens wat liefs. Jij bent mijn lieve Twan Blanda. Ik niet geloof je van mij houdt. Ik geloof. Je houdt van blonde Njonja in Holland. Je bent niet dom. Kleine Sarina. Als je onderdrukt wordt snikken en je hoofd zo branderig wordt. Als je al je lievelingen spreiend aan de kade ziet. Voel je voor het eerst toeveel je in je landje af. Uitsteek boven grijs en bruin en de lijnen dan vervaken aan het mooie blonde duin. Als je turend in de verte moeders trouwe ogen ziet, voel je eindelijk heerlijk uit. Wat in Holland op de plaats. Rust. Jansen en de Vries, uitreden. Jansen, de Vries. Wegens de moed en het beleid door jullie betoond, zijn jullie door de legercommandant met ingang van heden bevorderd tot sergeant. Ik wens jullie geluk met deze promotie. Ik stel jullie hierbij voor de nieuw benoemde sergeanten Jansen en de Vries. En ik hoop dat ze altijd een voorbeeld voor jullie mogen zijn. Tot ze leven! Hiep, hiep. Hoera! Hoera! Hoera!
Jammer dat de blauwe dat niet meer beleefd heeft. Alsjeblieft, mevrouw. Zo, dank je. Jongens! Ja, dat. Hoe is het ermee? Hier goed. Oh, ik heb voor je meegebracht. Hey, dankjewel. Zeg, wat zie je er weer chic uit. Ah, dat pak je niet. Goed hoor. De fijne wagen heb jij, Jans. Ja. Mijn nieuwe studiebeker. Waar is Greef? Binnen. Graagje. Hoe zien we jou weer? Hoe is het ermee, meid? Zeg, hoor eens. Nou. Ik ga vertellen. Dries is bevorderd. En dan ga ik naar India en trouwen met de handschoen. Oh, fijn, hè? Nou, Manus wil ook trouwen nadat hij bevorderd is. Dan gaan we samen. Nee, ik trouw pas met Manus als hij generaal geworden is. In naam van Dries Jansen, momenteel sergeant in het Indische koloniale leger? Ja, meneer. Alleen ja? Alleen ja. Wilt u als zodanig mevrouw Greet Dekkers aannemen als uw echtgenote? En wilt u getrouwelijk al de plichten vervullen welke de huwelijkse staat u oplegt? Ja. Mevrouw Greet Dekkers. Wilt u Dries Jansen, momenteel sergeant in het Indische koloniale leger, aannemen tot uw echtgenoot? Ja. En wilt u getrouwelijk al de plichten vervullen welke de huwelijkse staat u oplegt? Ja. Dan verklaar ik hiermede in naam der wet u in de echt verbonden. Hij is voor de bakker. Je hebt een goede lieve vrouw. Schelen en je hebt een fijn appie. God zegen je, Greet. Heb ik even pech of niet? Waarom? Dat ik geen 25 jaar jonger ben. Greet. Nou, gefeliciteerd voor mij. En al vele jaren. Gefeliciteerd hoor. Hallo Dries. Hartelijk gefeliciteerd uit naam van heel Amsterdam.